Ik ben Dick Koster, ik ben directeur van Stijgerbouw van der Pannen in Rotterdam. Wij hebben wel iets met veiligheid, want wij leveren veiligheid voor andere mensen en werkplek. Zorg dat je actief zelf regels bedenkt met elkaar en wacht niet tot iemand anders gaat bedenken hoe jij moet werken. Voor ons heeft het betekend zakelijk succes. We doen het goed in de markt. Maar persoonlijk heeft het voor mij bereikt dat ik rustig op de bank zit. Ik zeg nooit dat er geen ongeval kan gebeuren. Maar ik weet wel dat we er alles aan gedaan hebben. Ik ben Rick Richelink. Ik ben hoofd kwaliteit, ABO en milieu. En veiligheidskundige bij Voorbij van Inse. Ik vind de succesfactoren in een aanpak dat de mensen het idee hebben dat ze serieus genomen worden. Als zij meldingen doen, dan krijgen zij een schrijven thuis waarin wordt aangegeven wat we gedaan hebben met de melding. We bedanken ze daarvoor en vermelden gelijk welke maatregelen we hebben genomen. Mijn naam is André het Mannetje. Ik ben SAE-ingenieur bij Gruif Europort. En ik ben mede belast met de dagelijkse gang van zaken ten aanzien van safety, health en environment. Als je natuurlijk een veilige werkomgeving hebt, dan heb je natuurlijk ook collega's die gemotiveerd zijn. En die motivatie die draagt dan ook weer bij direct aan je resultaat als bedrijf zijn. Mijn naam is Erna Bak. Ik ben coördinator arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden bij VWZ, de brancheorganisatie voor de zoetwarenindustrie. En we zijn hier vandaag te gast bij koekjesbakkerij Veld, een van de weinige ambachtelijke bakkerijen in Nederland. Het blijkt dat als je gewoon voldoet aan de normale arbeidswettelijke eisen, dan ben je aan het wat wij noemen vinken. Om nou net een stapje meer te doen, dan moet je vonken. En dat vonken komt door van hoog tot laag het bedrijf zeg maar doordrongen willen laten zijn van het belang van arbeidsveiligheid. Ik ben Aron Thomas, algemeen directeur Douwe Benelux. En ook voorzitter van de beleidsgroep Veiligheid, Gezondheid en Milieu van de VNCI. Ik ben Peter Bareman, ik ben werkzaam bij de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie. En ik ben daar verantwoordelijk voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Iedere dag begint de teller weer op nul. Je moet je weer zelf inspannen voor 100% de goede attitude, de goede cultuur tussen je oren te krijgen. Dus een reis die nooit is afgelopen. En het gevaarlijke is, als je denkt dat je op het einde van de reis bent gekomen, kom je in een situatie waar je eigenlijk je energie naar beneden zakt en denk je, ik ben er. Maar eigenlijk, iedere dag moet je weer dezelfde hoeveelheid energie in het systeem steken voor wederom iedereen heel alert te krijgen. Tip die ik zou mee willen geven, ga alsjeblieft de dialoog aan. De dialoog aan in je bedrijf, de dialoog aan in de branche en de dialoog aangaan met de overheid. Want met die drie partijen hebben we elkaar echt nodig om stappen vooruit te zetten. En denk niet vanuit jezelf, maar denk vanuit een groter geheel.